Greetings Games, leuk iedereen naar een gloednieuwe video, een gloednieuwe serie. Een oude game die jullie al eerder hebben gezien. Is elk intro wat jij niet doet met gloednieuwe serie? Ja, weet ik. Maar weet je, zo is het leven. We gaan een game doen, dat is Mario 64. En iedereen die al jaren geabonneerd is, weet natuurlijk dat ik in 2015 echt een shitload aan afleveringen heb gemaakt. Helaas nooit goed. Ik stoorde me altijd aan hoe noob Ivar was in dit spel. En jullie ook in de comments, dat weet ik. Dus ik zei tegen Ivar, vind je het goed als ik Mario 64 ga spelen? Want ik ben daar veel beter in. Ja, maar weet je, iedereen is toch eerst een noob voordat hij iets leert? Ja, maar ik ben wel een graadje beter in Mario 64 dan jij. Omdat je langer noob was dan ik. Om de beurt 5 sterren verzamelen. En iedere aflevering zien jullie dus hoe ik 5 sterren verzamel, hoe Ivar 5 sterren verzamelt. Dat gaan wij doen tot de 120 sterren. Hopelijk. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk stopt de serie weer ergens halverwege. Na 2 weken. Ik bedoel, zo is dat bij Kings Games. Tijden worden bij elkaar opgeteld, iedere aflevering weer. En we gaan uiteindelijk kijken wie er het snelst is geweest met het behalen van de meeste sterren. Ik wens jullie veel kijkplezier. En ik ga beginnen om gelijk even een goede statement neer te zetten. En daarom mag de noob hier naast mij beginnen. Ik ben niet bang. Hey mensen, aan mij de eer om deze eerste aflevering af te trappen. We doen natuurlijk een race, dat hebben jullie al gehoord. En ik ga dus nu de eerste 5 sterren verdienen. We gaan iedere aflevering ieder 5 sterren verzamelen. En in welke volgorde, in welke schilderijen, in welke moeilijkheidsgraad, mogen we dat helemaal zelf weten. Als we er maar 5 weten te halen per aflevering. En iedere aflevering krijgen jullie onze tijden te zien. Wie er het snelst is. Wie er, wow, de snelste tijd heeft. En aan het einde gaan we natuurlijk alles bij elkaar optellen. En degene met de snelste tijd is de ultieme Mario 64 speler van Kicks Games. Niet van de wereld. Oké? Oké, mensen, we gaan gewoon beginnen. Ik start met de eerste 5 sterren. En ik heb eigenlijk nog helemaal geen tactiek. Ik weet helemaal nog niet in welke vorm ik ga beginnen en welke ik eerst ga doen. En hallo! Guten Tag! We beginnen natuurlijk gewoon bij Mario. Ah, en Ivar krijgt zo meteen zijn eigen save-file. Here we go. Het prachtige kasteel van Prinses Peach. Het is zo hoekig en vol detail. Wij komen zo meteen uit een pijp geschoten. En dan ga ik zo meteen gewoon de stopwatch aanklikken. Op het moment dat ik daadwerkelijk mag gaan lopen. Of zal ik de timer aanzetten in het kasteel? Dan kan Ivar hier ook nog een beetje zijn sprongetjes oefenen, weet je wel? Want die jongen die kan natuurlijk helemaal niks. Even kijken, hoe doe ik de Yahoo? Yahoo! 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 Goed, oké, en dan ga ik nu de timer aanzetten. De timer loopt bij mij. Dat was Bowser. De timer loopt, we zijn al 7 seconden onderweg. Ik moet 5 sterren verzamelen. Even kijken, we kunnen alleen nog daar naar binnen, geloof ik. Oh shit. Juist hier. Oké, let's go, we gaan naar de sterren. Woehoe, zin in. Nee, hier helemaal geen tijd voor. Go, 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 gadget, go. We gaan niet, ik weet het helemaal. We gaan als eerst natuurlijk Bombini Beach doen. Ik moet 5 sterren halen deze aflevering. Dus we gaan eerst helemaal naar boven rennen. En dat doen we snel en dat doen we met zelfverzekerdheid. En dat is dat we de Big Bump Omp moeten gaan verslaan bovenaan de berg. En dan moeten we natuurlijk zo snel mogelijk de berg op. En daar ga ik dan wel heel even voor zorgen dat we dit zo snel mogelijk doen. Want het is eigenlijk een soort van speed... Oh shit, een soort van speedrun. Nee. Oh shit, kijk, hier verlies ik al zoveel tijd mee. Oké. Niet naar beneden! Nee, wat doe ik nou? Ik ben niet zo goed bezig. Oké, we gaan hier omhoog. Nee, kan het niet? Kan ik hier alsjeblieft omhoog? Kan ik hier alsjeblieft op... Oh my god, jongens, ik moet echt even inkomen. We moeten zo snel mogelijk naar het bovenste berg. Rot op! En dan moeten we natuurlijk lopen, want natuurlijk de kanonnen zijn nog helemaal niet vrij. Dus, oh, ik moet dit wel even... Ja, oké, zo. Fijn. Dit gaat tot nu toe heel goed. Ik was bang dat ik de controls echt gewoon 16 jaar opnieuw moest gaan leren. Blauw, alsjeblieft een eind weg. Goed zo. Nee! Oh, nee. Plahoe! Oké, ik moet even muntjes vinden. Waar zijn de muntjes? Ah! Dat kan bij Mario 64 echt op hele precisie aankomen. In ieder geval, dit trucje zit er nog steeds in. Ah, bom! Dit trucje zit er nog steeds in. Ah, bom! Sorry. Waarschijnlijk kraakt mijn geluid als een malle. Want Kevin weet nog steeds niet wat een compressor is. Niet vallen! Oh, zie je, dat ging bijna fout, hè?
Ik krijg er altijd zoveel stress van. En nu zijn we onderweg naar boven. Nu gaat het goed. Nu gaat het helemaal goed komen. Oh, de steen. En nog een steen. Nu gaat het helemaal goed komen. Ja. Die shortcut, die kende ik nog, maar goed, die zal Ivar ook kennen helaas. Ah! I'm not gonna lose my cool. Oké, dan moet ik straks dus naar boven. Kontje slaan, kontje slaan, kontje slaan. Kom allemaal goed. Oh, ik had natuurlijk... Oh, ik had erin moeten staan, was ik sneller boven. Potverdorie. Oké. Nou, kom hier, Bombini Beach. Wat we moeten doen, is achter zijn kont komen. En dan moeten we hem oppakken. En zodra we... En dan moeten we hem neergooien. Oh, nee, niet zo. Niet zo. Want anders gooit hij ons naar beneden. Zo. Hoppakee. Boom. Daar ging hij. B. Nee, fuck me. Nee. Draai je om. Niet naar daar. Nee. Het is helemaal niet volgens plan, maar ik ben goed in dit spel. Kevin niet. Ik sla je op je bips. Ja, gooi. Geen tijd voor. Oké, dat is één. Volgens mij kan hij nu iets sneller lopen. In ieder geval draaien. Fuck, kijk, dat kan hij, hè? Super irritant. Maar dan heb ik geleerd. Dan moet ik kijken of dat nog kan. En als hij er bijna is, doen we. Zie je? Werkt nog steeds. Stil. Oh, moet ik hem wel pakken? Pak hem bij de pips. Pak hem bij de pips. Ben ik zo goed in. Bom, ga weg. Bom, ga weg. Bom, ga weg. Bom, ga weg. Hoe doe ik dit? Ben ik al sneller dan Kevin? Ik hoop het zo. Ik hoop het zo. Ik kan hier niet in falen. Ja, go. Tududu. Hallo. Juist. Binnen 5 minuten is me gelukt. Ik heb de eerste ster binnen 5 minuten. Dus dat is goed nieuws. Dankjewel. Ja hoor. Thanks. Oh, ik hoop niet dat Kevin iets heeft gedaan wat ik denk dat hij heeft gedaan. Dat zal wel niet. Oké, we gaan nu even winnen van een of ander schildpad. Het gaat erom wie het als eerst boven is. We mogen wel de afkorting doen met het lopen erboven, maar we mogen niet de shortcut nemen met, ja, precies. Met die waar de bommen uitkomen, zou ik zeggen. Ik ben zoveel sneller dan jij. Hahaha, plahoe. Oké, hier moeten we even oppassen, want hier ging de plahoe net niet helemaal vlekkeloos. Dus laten we dat dit keer even anders doen. Nou, hier kan ik hem wel doen, de plahoe. En we liggen nog steeds voor, denk ik. Ja. Kijk, dit is... Dit gaat van een leien dakje, hoor. Oh, shit. Dit gaat niet best. Ga mij niet in allen. Een kleine poef. Kleine poef. Gewoon kleine poef, man. Oh, nee, daar is die. Oh, fuck. Nou, focussen, hè. Focussen, Ivar de Groot. Oh, ik voel oprecht gewoon stresshormonen. Weer door mijn lijf, nee, bitches! Ik wil niet dood, ik wil winnen, ik moet dit winnen. Via the legit way. Zie je, hij loopt daar nog beneden, dus we zijn ruim op tijd. We kunnen wel dit doen, denk ik. Hallo? Hoppakee. Ik ga dit redden. Ik ben koning. Ik ben de nieuwe koning van de bommen. Woehoe! En dan springen we hierin. Weet je waarom we dat doen? We krijgen nog een extra leven namelijk. Oké, dat krijgen we dus niet. Oh my god. Schiet op. Schiet op nou. Jippie de pippie. Het gaat hier om snelheid. Potjandori. Wat we nu kunnen doen, we kunnen nu voor ster 3 en 4 gaan. Als je namelijk 100 muntjes verzamelt en dan ook nog de 8 rode muntjes weet te verzamelen, dan heb je 2 sterren in 1 keer. Dat kan ons heel veel tijd winnen. Zal ik dat doen? Oh ja, natuurlijk! Naar dat eiland. Eerst moeten we tegen mevrouw de Bon praten. Ik ga ervan uit dat het een vrouw is, ik weet niet. Roze, is dat seksistisch? Weet je wel. Kom op nou, ik schop je toch, truttefrut. Kom hier, dit kost me tijd! Hallo! Goedemorgen! Oké, we gaan voor die 100 muntjes, jongens. En de rode muntjes. Oh, hee. Oké, dankjewel. Die bommetjes allemaal achter ons aan laten lopen. Kom maar. Jij ook? Kom maar.
Juist. Dit kostte me weer te veel tijd, hè? Tussen animaties hoeven ook weer niet van mij. Ja, superleuk. Dan plahoeën we verder. Ah, shit! Nee! Goddammit! Goddammit! Goddammit, 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 goddammit. We hebben in ieder geval 21 munten. We zitten al op een vijfde. Nou, dat is niet slecht. Oké, okay, we moeten nu heel precies gaan schieten. Dan komen we wel. Maar ik wil eigenlijk in die boom belanden. Oh, alsjeblieft. Dit moet goed gaan. Of ik moet er in één klap helemaal overheen. Ik gok het er gewoon op. Oh, god! Ja! Yes! Oh my god! Oh, nee. Oh, ik weet waar ik heen moet. Oh, goddammit. Ik weet waar ik heen moet. Ik moet echt heel ver terug. Ik moet helemaal naar het begin. Want daar heb je een roze bommetje en daar moet ik mee praten. Want dan komen de kanonnen vrij. En met die kanonnen moet ik de rest van de munten zien te fixen, geloof ik. Oh, goddammit. Hallo? Dat is tijd 3. Oké, dan gaan we nog eentje in deze level doen en dan gaan we nog glijden. Maar ik weet ook dat als je heel snel bent met glijden, heb je er 2. En ik verwacht dat Kevin heel snel het glijlevel heeft gedaan. Want als je heel snel het glijlevel doet, dan krijg je namelijk een extra ster. Maar ik ga het er niet op wagen, want ik weet dat ik dat niet kan en dan ga ik heel veel tijd verspillen. Ik moet net boven de berg de boom schieten. Nee, ik moet nog iets hoger schieten. Zoiets. Juist! Daar is de ster. We kunnen ook nu voor die ster gaan. Of we kunnen zeggen, we schieten onszelf nog naar de 100 coins. Maar ik denk zomaar dat dat hem niet gaat worden. Voorlopig. Dus ik schiet me gewoon deze kant op. En ik denk dat we voorlopig gewoon niet voor de 100 coins moeten gaan. Alhoewel, het zou zo zonde zijn, hè? We zitten al op 60. We zitten al op 61. Maar ik denk niet dat het snel genoeg gaat. We moeten tijd winnen. Ik heb in ieder geval die fucking 8 munten heb ik. Dat is al een prestatie op zich. Find the 8 red coins. Ja, dat kost bakken met tijd. Oké, hoe ga ik terug? Dat wil ik niet. Ik wil dit niet. Start. Exit course. Ja. Ik ben zo blij dat het nog steeds hetzelfde is. Oké, wat gaan we doen? Oh my god, ik ben hier niet. Waar zit het? Zit hier dat ene level wat ik wel kan? Ik moet nog 2 sterren halen. Dat moet toch... Stop nou eens met deze. Ik wil de plahoe en het schilderij in doen. Oké. Let's go. Deze kan ik. Deze kan ik, dat weet ik zeker. Ah! Fuck me. Godzie, knotsie, suikerrotsie. Kijk, kinderen Yves de Groot. Dat is taalgebruik. Zie je, ik kan dit niet meer alleen. Ik weet toevallig, kan ik die open krijgen? Nee, dat kan niet, hè? Jezus. Anders heb ik dat blok daar afgeschoten, dan krijg je ook een ster voor. Goed, whatever. We gaan wel helemaal omhoog. Oh, Kevin heeft dit vast anders gedaan. Was hier niet ook een sneaky trucje? Om hoger te komen? Nee? Goddammit. Wacht. Oh. Dit is een shortcut, sowieso. Hier win ik misschien wel tijd mee. La. Stress. Oh, ik kan hier niet tegen. Vind ik niet leuk. Niet mee zing even. Twinkel, twinkel, kleine ster. Stress. Ik kan hier niet snel hoor. Dan krijg ik gewoon echt mijn handen verkrampen een klein beetje als ik me moet haasten. Hier was iets mee. Hier. Ik heb tijd gewonnen jongens, ik heb tijd gewonnen. Ik moet deze baas moeten verslaan. Hey bitch. How about we fight? Bam! Zo, 1! Dat zal je lekker vinden, hè? Ja, doe maar nog. Dit is wel echt makkelijker dan de ene bom level. Vind ik zelf persoonlijk. 2. Dan nog 1 keer. Nu is je echt zo boos op mij. Oh my god, zo boos op mij. Yeah, bitch.
I found the star. The fourth one. Oké. Okay. Dan ga ik nu heel even voor het gemak. En misschien dat Ivar andere levels doet, zodat ik bij hem kan afkijken. Oké, okay, dan gaan we nog de glijlevel doen. En dat is dan onze vijfde ster. En heel blij. En dan heb ik vast voor Kevin gewonnen. Kevin is niet zo goed. Laten we eerlijk zijn, mensen. Ik heb het niet zo goed in games. Ik moet namelijk nog één ster. En daarvoor ga ik naar het sneeuwlevel. Want ik weet dat je daar, door de pinguïn te verslaan op de glijbaan, nog een ster kan fixen. Dus dat ga ik eerst doen. Die ga ik eerst pakken. Laat me erdoor. Geen idee of dit snel is, maar als ik nog onder de 20 minuten zit, dan vind ik het goed. Oh, ik moet nu niet falen bij het glijden, dus we gaan gewoon veilig glijden. Mensen, altijd veilig glijden. Want voor je het weet, heb je de ergste Showa die er is. Een kind. Wel de duurste. Licht eraan. Here we go. En we gaan racen tegen deze meester pinguïn. Ik dacht dat ik moest racen, niet? Oké, okay, misschien dat ik ook al een ster krijg als ik hem gewoon solo afrond. Dat zou kunnen. Hoe heb ik dit? Zoveel geluk kan een persoon toch niet hebben in zijn leven. Dames en heren. Dames en heren. Deze jongen heeft het gewoon gehaald. Ben ik nu al? Er zit normaal toch een shortcut bij? Oké, blijkbaar niet. Is dat een ander level? Oh nee, dat is natuurlijk bij die ijs. Oh, helemaal door elkaar. Oké. Kom op. Kevin, ik ben klaar! Jongens, vanaf het moment dat ik deze ster pak, ga ik op de stopwatch drukken. En dan gaat hij uit. Niet naar beneden vallen, Kevin Dooms! Oh, dit voelt zo goed. Ja, je staat nu voor, maar je weet niet hoe dat is natuurlijk de volgende aflevering. Jawel. Ik vind dat we ook het gemiddelde van de tijd moeten bijhouden. Dat jij dus nu 8 minuten sneller moet zijn volgende keer om überhaupt mijn tijd nog in te halen. Dat wordt allemaal opgeteld bij elkaar. Dus ik moet inderdaad 8 minuten winnen en jij 8 minuten. Ja, precies. Ja, dus alles blijft opgeteld. Oké. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering. Als jullie dit nou leuk vinden en jullie hebben zoiets van, yes, ik wil de volgende aflevering zien om te zien wie daar sneller is, wie daar... We weten allemaal. Laat het dan weten in de comments natuurlijk. En laat het even weten door je blauwe duimpje omhoog. Die voor zo fijn altijd om daarom te smeken. Mensen, hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd, zeg ik van hier. Ciao. Yeah.